In het kort kunnen we zeggen dat deze video gaat over de Koude Oorlog. Het kenmerkend aspect is een stuk langer. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwetloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. Nou, daar zit een heleboel begrip in en die zullen we eens even afgaan. Ten eerste, Koude Oorlog zelf. Wat is dat? Nou, de Koude Oorlog was een periode van vijandschap tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Die begon zo aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1945, en die eindigde ongeveer met de val van de Berlijnse muur in 1989. Sommige mensen zeggen ook wel dat die nog een paar jaar later eindigde toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Maar er is dus niet bepaald een specifiek begin- en eindpunt op te plakken, maar grofweg gaat het dus over deze periode, de periode na de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, waarom was er vijandschap tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie? Dat kwam omdat ze heel anders tegen de inrichting van de maatschappij aankeken. De Verenigde Staten die waren er trots op dat ze kapitalistisch waren, dat er politiek gezien sprake was van een democratie, dat er vrije verkiezingen waren en dergelijke, en dat er ook op economisch gebied vrijheid was, een vrije markteconomie. De Sovjet-Unie was juist vanaf 1917 al communistisch. Daar was steeds meer sprake van een totalitaire staat, een dictatuur, een eenpartijstaat. En daar had dus ook de staat een hele grote invloed op de economie. Die bepaalde via die planeconomie, die vijfjarenplannen, hoe de economie geregeld moest worden. En dit zijn dus beide verschillende ideologieën. Een ideologie, nogmaals, is eigenlijk een samenraapsel van ideeën over hoe jij vindt dat de samenleving eruit moet zien. En dit zijn niet eens verschillende ideologieën, nee, dit zijn zelfs tegengestelde ideologieën. De Verenigde Staten die beriepen zich heel erg op de vrijheid en iedereen moet zelf kunnen beslissen. De Sovjet-Unie daarentegen die beriep zich heel erg op de gelijkheid. Die vonden juist dat die vrijheid voor ongelijkheid zou zorgen, tussen grote verschillen tussen rijk en arm. En daarom vonden zij dat niks. Andersom, die Verenigde Staten vonden het ook niks dat er geen vrijheid was in die dictatuur van de Sovjet-Unie. En hieruit volgden dan ook de vijandbeelden die deze twee grootmachten over elkaar hadden. Eerst de Sovjet-Unie over de Verenigde Staten. De Sovjet-Unie dacht dat de Verenigde Staten bezig waren met zogenaamd westers imperialisme. En dit keer was niet imperialisme in de politieke zin van het woord, namelijk dat de Verenigde Staten de hele wereld wilden besturen en dergelijke, onder hun controle wilden krijgen. Nee, het ging er eigenlijk om economisch imperialisme. Volgens de Sovjet-Unie waren Amerikaanse bedrijven bezig om zich over de hele wereld te vestigen en ervoor te zorgen dat de hele wereld ook Amerikaanse producten kocht. Daar zouden de Verenigde Staten zelf dan heel erg rijk van worden. En de Sovjet-Unie vond dus dat de Verenigde Staten bezig waren de hele wereld economisch afhankelijk van hen te maken. Andersom vonden de Verenigde Staten dat de communisten bezig waren met een zogenaamde communistische wereldrevolutie. Als in 1917 de Russische revolutie uitbreekt, dan zegt Lenin dat dit slechts het begin is. Alleen Rusland is dan communistisch, maar daarna zullen andere landen volgen, zodat uiteindelijk de hele wereld communistisch zal worden. En dat wordt de communistische wereldrevolutie genoemd. Oost-Europa, West-Europa, China, Australië, Afrika, Amerika, het maakt allemaal niet uit. De Verenigde Staten waren heel erg bang dat er overal op de wereld onvrijheid zou komen. En hier was een begin meegemaakt, dachten de Amerikanen, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog namelijk trok het Rode Leger op vanuit de Sovjet-Unie richting Duitsland door Oost-Europa, toen ze Hitler aan het verslaan waren. In al die landen liet Stalin, de leider van de Sovjet-Unie op dat moment, zijn leger staan na de Tweede Wereldoorlog. Hij wilde ze niet terugtrekken. Hij zei zelf dat dat was om ervoor te zorgen dat er een soort bufferzone was, waardoor de Sovjet-Unie niet nog een keer zou worden aangevallen vanuit het Westen. Maar de Verenigde Staten zagen hierin het begin van die communistische wereldrevolutie. Zie je wel, die communisten hebben nu ook hun macht in Oost-Europa uitgebreid. En weldra zal West-Europa aan de beurt zijn. En dan zie je dus ook dat die Koude Oorlog zich in eerste instantie op Europa richt en dat daar blokvorming gaat ontstaan. Er zijn twee vijandig ideologisch tegengestelde blokken. En dan maakt deze afbeelding dat al een beetje duidelijk, maar dit kaartje maakt het nog iets duidelijker. Aan de ene kant zien we in West-Europa in het blauw de landen van de NAVO en dus ook de landen die bondgenoot worden van de Verenigde Staten, waar dus ook sprake is van kapitalisme, democratie en een vrije economie en dergelijke. Aan de andere kant zien we de rode landen in Oost-Europa die zich aansluiten bij het Warschau-pact en waar er communisme komt en waar een dictatuur komt en een planeconomie. En er ontstaat dus een soort grens in Europa tussen die twee blokken. En die grens wordt ook wel het IJzeren Gordijn genoemd. Nou, de Amerikanen willen koste wat kost voorkomen dat ook West-Europa in de handen van het communisme zal vallen. Ze blijven bang voor die communistische wereldrevolutie. En daarom komen ze met de zogenaamde containmentpolitiek.
Ze willen het communisme de uitbreiding ervan containen. Net als dat je een container hebt om spullen erin te houden, willen ze nu dus ook zorgen dat het communisme eigenlijk beperkt blijft tot het gebied waar het nu is. Hoe doe je dat? Nou, je gaat dus economische en militaire steun geven aan landen die nog niet communistisch zijn. Om er zo voor te zorgen dat ze in de toekomst niet communistisch worden. West-Europa kreeg dus heel veel geld na de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde Marshallhulp. En in allerlei West-Europese landen kwamen Amerikaanse legerbases. Op die manier hoopten de Amerikanen dat die landen in West-Europa aan de kant van de Verenigde Staten bleven staan en het communisme zich dus niet verder uit zou breiden. Containment dus. En dat begon dus allemaal in Europa, maar in 1949 wordt China communistisch. Onafhankelijk van de Sovjet-Unie overigens, die twee landen staan niet altijd op goede voet met elkaar, maar daardoor waren er in één keer honderden miljoenen extra mensen, in naam in ieder geval, communistisch geworden. De Verenigde Staten schrokken zich rot. Ze moesten nu hun containmentpolitiek gaan uitbreiden, want in dezelfde tijd namelijk was in Zuidoost-Azië het proces van dekolonisatie op gang gekomen. En de Verenigde Staten waren doodsbang dat die nieuwe, onafhankelijk geworden kolonie, dat die ook communistisch zouden worden. Dus ook daar gingen zij regimes steunen met geld en met militaire middelen, om op die manier ook de uitbreiding van het communisme in Zuidoost-Azië te containen. De belangrijkste vijand van de Verenigde Staten bleef echter de Sovjet-Unie, en tussen die twee grootmachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, gaat dan ook een wapenwedloop ontstaan. Een race om het sterkste wapenarsenaal te krijgen. En dan hebben we het hier over atoomwapens. Die waren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het eerst ingezet door de Verenigde Staten, die twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Maar vanaf 1949 was de Sovjet-Unie ook in staat om kernwapens, atoombommen te produceren. En dan zie je dat het snel gaat. Ze proberen allebei zoveel mogelijk atoomwapens te hebben, het sterkste wapenarsenaal dus. En dit vergrootte de kans op een atoomoorlog, een allesvernietigende oorlog waarbij heel veel kernwapens gebruikt werden. En dan zouden verwoestingen niet te overzien zijn, zoiets had men nog nooit eerder gezien in de geschiedenis. Dat moest dus ook koste wat kost voorkomen worden. En dat was ook precies waar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie mee bezig waren, zeiden ze. Er zit iets heel dubbels in. Zij zeiden namelijk, hoe meer kernwapens wij hebben, hoe minder de tegenstander geneigd is om zijn kernwapens te gebruiken, want ze weten dat we altijd terug kunnen slaan. En dit zorgde dus, vonden ze allebei, voor wederzijdse afschrikking. Wij zijn allebei in staat om elkaar te vernietigen en juist daarom durven we elkaar niet aan te vallen. En tijdens die periode van de Koude Oorlog is er dan ook nooit een directe confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie geweest. Maar toch hadden ze nog steeds een hekel aan elkaar en wilden ze elkaar dwars zitten. Dat deden ze dus niet door elkaar direct aan te vallen, nogmaals, dat zou voor een atoomoorlog zorgen, maar dat deden ze door zich te bemoeien met conflicten elders in de wereld. En wat zijn dan de belangrijkste conflicten tijdens die Koude Oorlog? Nou, één stad, één plek waar je heel duidelijk die Koude Oorlog terugziet, is in Berlijn, de hoofdstad van Duitsland en in de Koude Oorlog vooral van Oost-Duitsland. Berlijn wordt na de Tweede Wereldoorlog verdeeld onder de geallieerden, waarbij het westen van Berlijn onder controle komt staan van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, kapitalistische landen dus, en het oosten van Berlijn onder controle komt te staan van de Sovjet-Unie. En dat westerse Berlijn ligt midden in Oost-Duitsland, dat ook weer onder controle stond van de Sovjet-Unie. En de Verenigde Staten en de bondgenoten wilden dus West-Berlijn absoluut ook niet in handen laten komen van die communisten. Nou, dan worden er allerlei conflicten uitgevochten. Het bekendste symbool daarvan is natuurlijk die bouw van die Berlijnse muur, maar zo zijn er meer zaken geweest waarbij de spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie heel hoog opliepen. Een ander conflict dat al heel snel opspeelt in die Koude Oorlog is de zogenaamde Korea-oorlog, waarbij er een strijd ontstaat tussen een communistisch noorden en een democratisch kapitalistisch zuiden. Het communistische noorden wordt gesteund door China en door de Sovjet-Unie, het democratische zuiden wordt gesteund door de Verenigde Staten. Die gaan ook soldaten leveren om mee te vechten tegen die Noord-Koreaanse communisten. En de Verenigde Staten waren zo dus wel aan het vechten tegen het communisme, zonder dat ze direct in oorlog waren met de Sovjet-Unie. Vandaar dus een koude oorlog. Een ander conflict waar het wel bijna uitliep op een directe strijd tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten was de Cuba-crisis in 1962. Cuba is een land voor de kust eigenlijk van Florida en Cuba was een bondgenoot van de Sovjet-Unie. Cuba was communistisch. Nou, en in 1962 kwamen de Amerikaanse geheime diensten erachter dat de Sovjet-Unie bezig was om raketinstallaties neer te zetten op Cuba, zodat ze daarmee de Verenigde Staten aan zouden kunnen vallen. Zoals je hier ook op dit kaartje ziet. Een groot gebied van de Verenigde Staten zou door communistische atoomwapens bestookt kunnen worden.
Nou, er ontstaat een hoog bluffspel eigenlijk tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, waarbij de Sovjet-Unie met boten met kernwapens aankomt gevaren en de Verenigde Staten weer dreigen om die schepen tegen te houden en dergelijke. Nou, een heel gebluff, maar uiteindelijk loopt het allemaal met de sisser af. De Sovjet-Unie trekt haar schepen terug, de wapens worden niet geplaatst en de wereld haalt opgelucht adem. Want dichter bij een atoomoorlog dan in 1962 is de wereld niet gekomen. Dit was echt het hoogtepunt van de spanningen tijdens die Koude Oorlog. Een ander conflict waarbij de spanningen heel hoog opliepen was de Vietnamoorlog. Die eigenlijk al vanaf 1945 bezig was, als Ho Chi Minh, de leider van het nationalistisch verzet in Vietnam, de onafhankelijkheid uitroept. Ho Chi Minh is een communist en in eerste instantie zijn de Fransen, die de baas waren over Vietnam voor de Tweede Wereldoorlog, bezig om tegen die Ho Chi Minh te strijden. Maar als de Fransen niet volhouden, gaan de Amerikanen zich ermee bemoeien. Juist ook omdat dus die Ho Chi Minh communistisch was en zij wilden niet dat heel Vietnam communistisch zou worden. Nou, en zeker vanaf 1965 wordt dat een echte strijd, want dan gaan de Verenigde Staten volop soldaten sturen. 8 jaar lang wordt er verschrikkelijk gevochten in Vietnam, maar de Amerikanen, ja, die verliezen eigenlijk, die weten de strijd in ieder geval niet te winnen en die trekken zich terug. En in 1975 weet Noord-Vietnam dat communistisch was, uiteindelijk ook het democratische zuiden in te nemen. En dat is dus eigenlijk een vergelijkbaar conflict als die Koreaoorlog die we daarboven zien staan. Nou, hoe komt er dan uiteindelijk een einde aan die Koude Oorlog? Dat heeft vooral te maken met die wapenwetloop die we net zagen en met de spanningen die er sowieso zijn. De Sovjet-Unie kan eigenlijk die hele race niet langer volhouden. En als er dan in 1985 een nieuwe partijleider komt van die communistische partij, een nieuwe leider dus eigenlijk ook van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbachev, dan wordt het tijd voor iets anders. En Gorbachev die pleit voor 2 zaken. Eentje daarvan is glasnost. Er moet meer openheid komen in de Russische samenleving. Alles moest openlijk besproken kunnen worden. Die Sovjet-Unie was natuurlijk een dictatuur. Was een totalitaire staat. Er was dus heel veel censuur en dergelijke. En dat zorgde ook voor heel veel ontevredenheid. En dat zorgde er eigenlijk ook voor dat het land niet echt vooruit kon. Dus Gorbachev pleitte voor glasnost. Maar het belangrijkste misschien wel voor Gorbachev was de zogenaamde perestroika. De hervorming van de economie en de politiek om de Sovjet-Unie weer gezonder te maken. Want dat communistisch systeem met die planeconomie, dat werkte niet zo goed. En de economie van de Sovjet-Unie die stagneerde dan ook. En daardoor konden ze ook niet meer genoeg wapens produceren. En was dus die wedloop niet vol te houden. Dus ook daar kwam meer vrijheid in de economie. En dat zorgde er eigenlijk voor dat mensen in de Sovjet-Unie, maar zeker ook in de landen die onder de invloed van de Sovjet-Unie stonden, denk terug aan Oost-Europa, dat mensen dus daar ook vrijheid wilden en steeds meer vrijheid wilden. Ze wilden niet 1 vinger, nee, ze wilden de hele hand. En die hervormingen van Gorbachev leidden dan ook tot meer vrijheid in Oost-Europa, allerlei opstanden van de bevolking, waarbij bijvoorbeeld dus ook, wat je hier op het plaatje ook ziet, in 1989 die Berlijnse muur valt.